Als wij als adviseurs van Voergroep Zuid een advies geven, dan doen we dat volgens het 5-eren-principe. Wat zijn de 5 eren? Dus eerst observeren, analyseren, adviseren, realiseren en evalueren. Wat betekent dat? Eerst observeren. Observeren is natuurlijk goed in de stal kijken. Wat gebeurt er nou en waar komt bijvoorbeeld een bepaald probleem vanaf? Als we al die gegevens hebben, dan kunnen we gaan analyseren. De gegevens die we gezien hebben, maar we kunnen natuurlijk ook nog analyseren uit de managementprogramma's. Om bepaalde zaken naar boven te halen, om zo weer een stap verder te komen. Vanuit het observeren en analyseren gaan we natuurlijk adviseren. En samen met die ondernemer en eventuele medewerkers gaan we dan een plan van aanpak maken wat we dan gaan realiseren binnen het bedrijf. Als dat gebeurd is, ga je natuurlijk na verloop van tijd wel goed evalueren of dat het ingezette plan van aanpak ook gewerkt heeft. En vandaar weet ik zeker dat je stappen kunt maken in je bedrijf. Mijn boodschap is dan ook, gun jezelf en je specialisten tijd om een goed plan van aanpak te maken. En een goed plan van aanpak is dus observeren, dan analyseren, dan adviseren, realiseren en uiteindelijk te evalueren. Als dat de werkwijze is waarop we te werk gaan, weet ik zeker dat we flinke stappen kunnen maken in elk bedrijf.